Waterschap A en Maas heeft vrijdag onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit in de Diezen en de Dommel in Den Bosch. Dit deden zij door vis te vangen en vervolgens de hoeveelheid en de samenstelling van de vis te bekijken. De vangst viel tegen volgens Jappe Beekman van het waterschap. Dit kwam volgens hem door de kou en het heldere water waarin de vissen geen plek hebben zich te verschuilen. De uitkomsten van het onderzoek worden pas in januari bekend.